Mijn naam is Maziar Afrasiabi. Ik ben directeur van RIP. Dit is waar we zijn. En RIP is een kunstinstelling die sinds die ik in 2015 heb opgericht. En nu wordt het landelijk en lokaal ondersteund door de gemeente Mondriaan Fonds als meerjaren presentatieinstelling. We zitten op Kaderrechtse Lage Dijk 490B in Oud-Charles. Dus in plaats van kunstenaars werk te presenteren of representeren, willen we ermee werken over een langere periode en ook een dialoog aan te initiëren tussen lokale entiteiten en het werk van die specifieke kunstenaar. Wat we hier zien is werk van Hasib Ahmed, een Amerikaanse, Pakistaanse kunstenaar die in Brussel woont. En zijn werk is heel erg, hij is erg geïnteresseerd in verhalen rondom het fenomeen wind. Alles wat je ziet is onderdeel van Hasib Ahmed's werk. En het project heet Taming the Harabakwi. En dat betekent, Harabakwi is de angst voor leegte. En hoe vloeibare dingen zoals wind, lucht en water zich gedragen, is dat ze altijd leegte vullen. Als je bijvoorbeeld je hand in water doet en probeert een gat te maken, dan vult het vloeistof zich weer in. Hetzelfde geldt met lucht en wind. Dit is bijvoorbeeld tabletop van Olivier Chazot. Hij is directeur van Von Karman Instituut voor Fluid Dynamics in Brussel. Hij is een wetenschapper die ook geïnteresseerd is in fenomenologie. Daarboven is het werk van Michiel Huiben, lokale kunstenaar die ook nu Witte de Witte tentoonstelling heeft. Hij is geïnteresseerd in architectonische modellen. Want modellen zijn heel belangrijk ook in het werk van Ahmed. En de eerste is van Michelle Martijn. Dat is een Belgische kunstenaar die erg bezig is, in dit geval bezig was met de oorsprong van windtunnel. Die is gemaakt in samenwerking met Von Karman Instituut. En in die windtunnel kunnen we allerlei testen doen over wind of luchtbewegingen in relatie tot objecten of modellen. Als je hierachter kijkt, het is nu niet aan, maar dit is de test section. Je kan hier objecten inzetten, bijvoorbeeld maquettes of zelfs kunstwerken. En dan als je het aanzet, zie je een laser en een rook hier doorheen gaan. En dan zie je de turbulenties worden visueel gemaakt. Okay. Normaal gesproken zie je niet de luchtbewegingen om je lichaam, zie je niet, maar hiermee kan je het visualiseren.